Overdag zwaar bewolkt met temperaturen om het vriespunt. Een waarschuwing voor het verkeer. Plaatselijk komen zeer gladde wegen voor. Die gevaren lopen automobilisten vooral in deze tijd. Maar een meneer in Amsterdam is bereid hun te leren wat ze moeten doen wanneer de wagen in een slip raakt. Deze anti-slip-instructeur laat de leerling allereerst nog eens zien wat er gebeurt als je op de rem trapt tijdens een slip. Ja, dit overkomt u nou wanneer u remt. Maar hoe kan het nou? U moet ontkoppelen. Dat ontkoppelen, dat is het allerbelangrijkste als de auto slipt. Nu, voor het obstakel tot stilstand komen, dus koppeling in en pompen op die rem. Zo remt men op een gladde weg. De wagen blijft dan kaarsrecht. Nu probeert u dat obstakel te ontwijken. Ja, zo moet het natuurlijk niet. Maar het wordt de cursist haarfijn geleerd hoe het dan wel moet. Nou, dit gaan we even open doen dan. Eerder op die koppeling. Door het ontkoppelen blijft de auto bestuurbaar. Vele automobilisten die de cursus op deze anti-slipschool hebben gevolgd, weten nu wat ze moeten doen op de vaak gladde wegen van ons verkeersnet. Als ze hun tegenwoordigheid van geest maar bewaren en het hoofd koel houden, dan zullen ze in de toekomst niet zo gauw meer een slippertje maken.